Dag lieve mensen, een hele goede middag. Welkom terug bij een nieuwe vlog van The Life of the Furmans. Welkom back. We liggen even lekker chillen. Zoals we hadden gezegd wat we zouden doen. Even wat rustiger aandoen, hè schat? Ja, absoluut. En we zouden eigenlijk deze week geen vlog plaatsen, maar we gaan morgen een leuke wandeling maken. En we dachten, we delen dat met jullie. En ja. Er zijn sowieso wat mooie dingen te delen nog. Sowieso. Maar we hebben wel bedacht dat we even 2 weken vakantie nemen, toch? Ja, even twee weken offline. We hebben namelijk de komende 2 weken best wel een drukke periode. De oplevering van ons huis in Maastricht. En we gaan jullie die beelden niet ontnemen, maar die spaar ik even op. En dan komen we over 2 weken terug met het nieuws, met het mooie nieuws. En ja, ben je aan het kijken? Nee, ja, dus na deze vlog even 2 weken geen vlog op vrijdag en daarna zijn we gewoon terug. Dus niet getreurd, we zijn niet voor altijd van jullie beeldschermen. Het is maar 2 weekjes en dan zijn we er weer. Zo is dat. Nou lieve mensen, geniet van de vlog en ook van een stukje Althea. Veel kijkers hier. Doei doei. We zitten in de auto en we zijn onderweg naar iets heel erg leuks. Zoals we gisteren al zeiden, we gaan de berg beklimmen. En het is weer super lekker weer, net zoals gisteren. Dus daar zaten we ook heerlijk, lagen we lekker in de zon. Vandaag gaan we iets actiefs doen. Want we gaan de Vorrat, Bernia Vorrat beklimmen. Dat is de Sierra Bernia berg. En dan gaan we door het oog heen, zoals dat heet, naar de andere kant van de Bernia, aan de kant van Benissa. Ik weet niet waar ze het over heeft. Nee, maar hij gaat gewoon mee. Ja. Hij weet niet waar we het over hebben, maar goed, we wonen hier al 2 jaar en dat is wel een keertje tijd dat we dat gaan doen, ja, toch? Ja, klopt. Bijna 2 jaar, hè? Oh ja, bijna 2 jaar. In augustus 2 jaar, inderdaad. Nou, en voor de oplettende kijker, ja, die hebben we ertussen zitten, die denkt nu, maar Eefke zou toch in Mexico moeten zitten? Hè? En jij was in Mexico en ik zou met je meegaan, ja. Eigenlijk. Nou, om een heel lang verhaal... Rechtdoor, toch? Ja. Om een heel lang verhaal kort te maken. Want anders krijg ik weer te horen dat ik weer te lang praat. Heel goed. Je leert. Rechtdoor, hè? Rechtdoor, okay. Ja. Anders vergeet ik het. Lisa, deze is voor jou. Ik heb speciaal voor jou geen zonnebril opgedaan. Bij deze. Ja, sorry. Ga door. Om in de hogere sferen te blijven, laat ik het zo zeggen. Met het altijd luisteren naar het universum. Ook al vind je dat niet altijd even leuk. En daardoor geleid worden. Dat is wat ik gedaan heb. Want jullie weten nog dat ik door mijn rug ben gegaan. Hè? Door mijn rug gegaan. En daarna werden de kinderen ziek. Er was van alles aan de hand. En ik dacht nog bij mezelf, oh shit, ik moet naar Mexico. En hoe ga ik dat doen? Nou, uiteindelijk was mijn rug weer beter. Maar de kinderen werden dus toen ziek. Dus allemaal signs dat het eigenlijk zoiets had van, ja, het is te veel. En wat er ook nog eens gebeurde. 2 weken geleden kreeg ik een aantal dingen te horen. Van de trainer van de organisatie. Niet van de trainer, maar maakt me verder niet uit om in detail te trainen. Maar in ieder geval, links. Ja, hier links, ben ik het niet eens met dingen in de organisatie. In de KAP-organisatie. Dus dat voelde al een beetje dat ik dacht, dat voelde mijn intuïtie altijd al iets van, die ging al een beetje zo tegenstribbelen. Maar mijn ego wilde gewoon heel graag gaan, want die had zoiets van, ja, je gaat gewoon die transmissie leren en klaar. En op een gegeven moment werd ik 's ochtends wakker en toen dacht ik, nee, weet je, dit voelde gewoon zo niet goed. En ik dus moest echt tot 100 tellen, want ik voelde een week eerder al van, dit is niet best. Ik denk dat het beste is om niet te gaan, maar ja, het is gewoon voor mij heel moeilijk dan om niks te zeggen, want het moet haar keuze blijven. Maar ik dacht van, nou weet je, tot... Nee, maar je hebt ook niet, je bent heel erg open daarin gelaten, ja. Dus dat is heel fijn. Ja. Maar het was ook gewoon alle signs die kwamen, dat was gewoon, als ik er nu over terugdenk, was het gewoon, ja,
was gewoon duidelijk. Mm. Dus wat dachten wij? Heel slim. Nou, ik dacht, ik heb toch mijn ticket al naar Mexico. Dus ik ga wel mee naar Mexico. Want Ramfie moest sowieso werkend naar Mexico. Dan ga ik met hem mee. Gaan we nog een paar dagjes genieten. De kinderen waren allemaal al geregeld. Die zouden naar Nederland gaan. Naar vriendjes en vriendinnetjes. Dus we dachten, opa en oma. Nou, opa en oma's. Dan doen we dat. Dus hier naar rechts. Ja. Je weet het wel. Richting, langs het huis. Ja. Dan doen we dat. Dus wij vrijdagochtend in het vliegtuig gestapt. Maar de kinderen waren nog niet helemaal fit. Maar goed, weet je, dat was iets van, nou, we gaan gewoon. We stappen in het vliegtuig. Toen kwam hij uit het vliegtuig en ik keek alleen naar haar ogen aan. Die had echt van die droepie oogjes, van die waterige ogen. En ik dacht echt, nee. En ik zei tegen Ramfie, ja, ik wil haar eigenlijk niet achterlaten. Want dat voelt gewoon niet goed. En zij werd kwaad, want Elena werd kwaad. Ze zei, ja, maar ik wil naar mijn vriendinnetje toe en het gaat wel. En helemaal huilen, terwijl het slot kwam er allemaal uit. Ik dacht, nou, dat hoort hem echt niet. Ja, het werd eigenlijk alleen maar slechter, zeg maar, tijdens de vlucht naar Nederland. Want voor vertrek zag ze er op zich wel oké uit. Ze was herstellende. Maar dan nog, ze zag er wel beter uit dan toen we aankwamen. Ja, 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 zeker. En toen... was ik echt zoiets van, ja, wat moeten we nou doen? We zaten op het vliegveld te wachten en ik bel een vriendin van me op en ik brak ook en ik moet huilen en ik dacht, ik weet niet wat ik moet doen. En toen zei ik vroeg ik aan het universum, lekker zweverig jongens, als jullie daar niet van houden, het spijt me, maar ja, zo ben ik nou eenmaal. Geef me alsjeblieft een teken, wat moet ik doen? En op dat moment, toen ik de teken vroeg, kotst Noah heel de vloer onder. Ja, dat was voor ons gewoon meteen... Het was echt voldoende. Het teken. Ja, dus ja. Ik zei tegen Ramfie, kom. Ik pak de volgende vlucht terug naar huis. Dus we zijn eigenlijk alleen maar... weet jij wel, volgens mij rijden we niet goed, schat. Of wel? Daar woont Bruno. Ja, oké. Hoe laat gaat de volgende vlucht? Dus eigenlijk zijn we meteen teruggegaan. Tenminste, ik met de kinderen teruggevlogen. Want Ramfie moest natuurlijk gewoon werken. Dus die moest wel blijven in Nederland. Dus we zijn een soort van op en neer gevlogen die dag. Het was echt drama. Maar het was wel de beste keuze. Want toen we thuis aankwamen, toen moesten eigenlijk allebei de kinderen heel hard huilen. Van gewoon verdriet en alles kwam eruit. Ik gaf hem een hele dikke knuffel. Zei ze, mama, ik ben zo blij dat we weer thuis zijn. Echt fijn dat je die keuze hebt gemaakt. Toen wist ik meteen, oké, ja, dit is helemaal gewoon juist. Dus dat is eigenlijk het hele verhaal. In het kort. En toen werd ik... ook nog eens ziek dat weekend. Dus toen dacht ik, nou, het is helemaal gewoon klaar nu. Een teken dat ik niet moest gaan. Maar goed, nu vragen jullie misschien wel af van, ja, en nu dan? Wat ga je dan doen? Hoe ga je het dan leren? Dit en dat. Nou, ik ga dus morgen naar Londen. Een weekend naar een andere trainer van mij. En dan ga ik het daar allemaal leren. Nou, het is natuurlijk geen Mexico. Maar ik ga in principe gewoon precies hetzelfde leren. Alleen van een andere trainer. Van mijn andere trainer. Niet de hoofdtrainer. En dan ga ik dat doen. Dus niet getreurd. Ik ga allemaal gewoon nog leren. En ik ga lekker met de energie blijven werken. Daar heb ik gewoon echt heel veel zin in. Want dat blijft gewoon iets magisch. Alleen eventjes leren. Ja, aanpassen. Je doet het al. Maar het is een verdieping. Verdieping inderdaad. Het is een verdieping om daar nog verder in te gaan. Dat was eigenlijk het korte verhaal. Oké. En nu gaan we door het gat heen. Want ik was hier dus maandag, wat jullie hebben kunnen zien, met de eclipse. En ik zei toen, ik wil heel graag, die mensen. Heel graag door het gat heen klinken, een soort van herboren. Dat gaan we nu doen, samen. Met de kinderen waren we daar. Dat was niet echt heel verstandig. Nou, wij gaan eventjes die berg opzoeken. Yes. Tot straks. Tot zo. We zijn er hoor, met gevaar voor eigen leven. Deze man, jongen. 680 meter zitten we nu. En we gaan nog een heel stuk omhoog. Ja, we gaan daar... helemaal daarboven. Helemaal daarboven, meen je dat nou? Ja. Oké. Nou, een mooie uitdaging. Wacht, ik zal hem even trouwens in mijn GPS. Nou, hier waren wij dus maandag tijdens de eclipse. Het was helemaal bewolkt. Je zag helemaal niks en nu heb je echt een super mooi uitzicht. Lagen wij hier met Lisa en de kinderen op onze matjes te mediteren. En wat jullie niet hebben gezien is dat Noah en Ginoa en Samuel hadden daar een soort van kampvuurtje gemaakt. Maar ja, Lisa en ik zaten gewoon natuurlijk te mediteren met onze ogen dicht. En we waren gewoon bezig met ons eigen ding. En op een gegeven moment komt Noah naar me toe. Zegt hij, mama, en dan pakt hij de aansteker. Had hij de aansteker gepakt. Ik zeg, wat ga je doen? En op dat moment deed ik gelukkig mijn ogen open. Zegt hij, ja, ik ga even een kampvuurtje maken. Nou, lijkt me niet zo heel verstandig daar zo met alle droge bomen. Anders staat heel de Bernie aan de fik. Dus dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen. Nou, kom schat, we gaan beginnen aan de klim. Let's go. Ik ben eigenlijk helemaal vergeten dat zeg maar per 100 meter het 1 graden kouder wordt. Ja, jij hebt een jasje mee, ik niet.
Nou, doorstappen dan met je kadaver. Bikkelberg. Kom op. Kom, Bill. Doorstappen. Die moet natuurlijk weer een boomstam meenemen. Nou, mensen. Met deze camera wandelen en zo stijl omhoog, dat is niet handig. Dus, Raffi heeft een oplossing. Kijk. Ik vind het leuk, hè, om mij voor de gek te houden. Kijk eens, schat. Alles voor de beelden voor jullie, want dit gaat hem niet worden als wij daar omhoog moeten klimmen met een camera in onze hand. Oké. Wacht even voor die. Wish us luck, daar gaan we. Ja, bedek mijn derde oog. Hoppakee, dat is het. Kijk maar aan. Kijk maar aan. Master. Kijk, ik heb heel veel. Serieus. Grote smurf. Als we maar wel op tijd zijn voor de kinderen. Nee, rot op, Mapas. Laat me dan op zijn minst lachen. Mapas, nee. Nee, nog een keer. Nee, helemaal niet. Ik heb geen foto van jou, hè? Wat weer? Dat ik gewoon lach. Dat ik echt niet zo'n mobieltje eruit zie. Dat zie ik toch al nu. Ken je die grap van die twee mensen die naar de voorgat gingen? Het gat van de Sierra de Bernia waar je in Venice uitkomt. Die gingen niet. Nou, dat gat was er niet. Wat dacht je daarvan? Nou ja, we staan nu bij het fort. Jullie zagen net ook twee bordjes en het stond fort of iets anders. En we hebben gekozen om naar het fort te wandelen, maar we hadden die andere weg moeten kiezen. Dus als jullie dit gaan doen, niet onze weg volgen en al helemaal niet die steile weg. En goed voorbereid zijn, lange broeken aan, want er zitten ook best wel veel teken hier. Dus wij gaan eerst gewoon doen wat we niet maak de mensen doen. Niet bang. Veel teken. Het was gewoon één teken die we net van eventjes benen hebben geplukt. Maar ja, het zijn van die melkflessen, daar kan geen teken omheen. Ja, ik zou ook me vastklampen, zo'n wit lekker been. Maar goed, maar dit doen we expres, hè jongens. Dat jullie weten welke weg jullie niet moeten nemen. Nee, precies. Zo moet je dat. Ja, precies. Zo maar het is een mooie wandeling. Mooie wandeling. En we gaan nu terug richting het gat, de andere kant op? Ja, we gaan niet helemaal naar het gat. Toch niet? Dat is nog 3 uur lopen of zo. Ja, nou, dus dit doen wij over. Maar dit was even een leuk uitstapje. En wat jullie niet mee hadden gekregen, we kregen net op onze kop van een meneer. Die werkt hier blijkbaar. We zien het fort. Dat wordt nu gerestaureerd. En zoals je kan zien mag je niet trespassen. Dat deden wij wel. Maar dat komt omdat er een andere Spaanse dame van de andere kant hierop kwam. En ik kreeg de volle laag en zij niet. Dus ja, die Spanjaarden die zijn een beetje fel. Antillianen zijn ook fel. Dus dat was een hele discussie. Ik zeg, luister vriend, die info die had je me ook anders kunnen brengen. Want tegen die dame... Nou goed, too much information. Oké, okay. Let's go. Maar goed, ik was beetje... Check je even op teken. Hitsig. Hitsig? Ja, hitsig als een... Zeg je dat niet zo? Verhit. Verhit, dat bedoel ik. Oké, kom, we gaan verder. Ik krijg een lamme arm, schat. Kom, we gaan verder. Dat had ik ook vanochtend. Doei. Hey, doei. Doei. Naar boven te nemen wat jullie hebben gezien. Maar dit is toch iets fijner lopen, schat? Ja, absoluut. Maar even serieus, wat dachten wij? Wij kwamen daar aanlopen en we dachten dat we daar omhoog moesten. Wow. Wij waren echt best wel ver, we waren helemaal daar. We zijn weer terug bij af en hier is het misgegaan. We hebben dit genomen. Het fort. Maar we moesten dit. Maar ik snap het wel. Eefke zag 1 kilometer 30 minuten. Maar ze zag ook 1,6 kilometer en 40 minuten. Dus ze dacht, ik ga voor lekker makkelijk. Maar het was dus deze. Dus dit doen we volgende keer. Want dit gaan we niet meer halen. En het gat waar ze het over heeft, ik heb de foto's gezien, ziet er echt prachtig uit. Dat is dat bordje, dit bordje. Dit bordje, jongens. Dit bordje. Ja. Die fout gaan ze niet maken. Nee, maar hoe je het went of keert, als je hier naartoe gaat en je doet de hele recorrido, de hele ronde.
de hele ronde, dan kom je uiteindelijk hier ook weer. Ja, ja. Maar je bent volgens mij 4 uur bezig. Ja, zoiets. Ja, dus, maar goed, volgende keer gaan we de andere kant op. Zo, nou, we zijn terug van de wandeling. De wandeling naar het gat, wat uiteindelijk niet het gat was, maar het fort. En nu denken jullie misschien, ja, wat is nou het gat? Nou, je hebt dus, het heet de voorraad. Hola, gracias. Ya nos acaban de ayudar, gracias. Voorraad van, nou ben ik het helemaal kwijt, hè. Benissa? De voorraad de Bernia. Oké, okay, kat, we beginnen opnieuw. Oké. Okay. Echt jouw schuld, hè. Nou, we zijn dus terug van de wandeling naar het gat. En het gat, jawel, het gat, wat is het gat? Nou, het gat is eigenlijk, heet de voorraad van Bernia. Dus dat is gewoon een opening in de Sierra de Bernia, in die berg. Aan de ene kant van Altea, aan de andere kant van Alpen richting Benissa. En wat het idee was vandaag, is om daar naartoe te klimmen. En om daar doorheen te lopen en te kruipen. Want uiteindelijk is het ook een klein stukje dat heel smal is. Dus dan moet je echt doorheen kruipen. Om dan een soort van herboren te zijn na de eclips van 8 april. Maar dat liep even anders, zoals jullie hebben kunnen zien. Want we liepen 1 de verkeerde kant op. 2 we liepen in een of andere gekke berg op die echt zo stijl was. Waarvan we dachten, dit is een goede om te beklimmen. En toen kwamen we bij het fort uit. Ook een hele mooie wandeling. Maar toen hadden we geen tijd meer om naar het gat te gaan. Dus die hebben jullie nog voor ons te goed. En wij gaan nu even lekker lunchen. En daarna gaan we de kinderen halen van school. En dan is het er wel weer op. En volgens mij wilde Vermin ook nog wat zeggen. Dus ik geef nu de camera over aan Raffi. Jazeker. Ik heb eigenlijk niet opgelet. Wat zei je allemaal? Ja, lekker dan. Nou goed. Ik denk dat we de vlog nu gaan afsluiten. Dat had ik volgens mij al verteld, maar wij gaan de komende 2 weken erg druk zijn met de oplevering van het huis in Maastricht. Vandaar dat we even 2 weken offline gaan. Het filmen zelf kost niet echt veel tijd, dat is altijd zo gedaan, dus filmen zal ik. Alleen het bewerken, dat is vaak het monteren, dat kost altijd veel tijd. Dus vandaar dat wij de komende 2 weken dus niet te zien zijn. Na 2 weken zijn wij terug met nieuwe beelden en nieuwe informatie. En wil jij nog... 2 weken, welke datum is dat? Oh ja, kijk maar even. Dat is vrijdag 3 mei. Vrijdag 3 mei zijn we weer terug, jongens. Dus tot dan. Geniet van deze vlog. Dank jullie wel weer voor het kijken en een heel fijn weekend. Doei.